André Hazes Jr. en zijn beruchte moeder Rachel liggen nu al bijna een jaar met elkaar overhoop. Heel even leek het erop dat zijn uitgelekte brief aan Sarah van Soele de reden was van die ruzie, maar Rachel ontkende dat en sleepte Yvonne Koldewijer er zelfs voor naar de rechter. Ik zei dat dat daardoor kwam, zegt de Jews-koningin nu. Het lijkt er toch op dat er iets anders speelt, al dus Yvonne in haar podcast The Jews Show. Inmiddels weet ik dat het waarschijnlijk door iets anders komt, wat zich in diezelfde tijd heeft afgespeeld. Ik heb gehoord, destijds al eigenlijk, na de zaak hoor, maar ik heb gehoord dat de ruzie eigenlijk komt omdat. Weet je nog Sarah's zaal? De tweede Sarah. Ze vervolgt, die was toch zo samen met hem op vakantie geweest, of zo? En daar had ik toen dat eerste filmpje van, van in dat vliegtuig zo. Toen had een spion hun echt full frontal in hun gezicht gefilmd in het vliegtuig. Nu heeft dus volgens mijn story of privé hem opgewacht van het vliegveld toen hij terugkwam. Yvonne had de scoop over zijn nieuwe lover en hij kwam terug en toen heeft een fotograaf hem opgewacht bij Schiphol bij de VIP en daar hebben ze de foto van geplaatst en André is erachter gekomen dat zijn moeder naar de story heeft gebeld dat hij daar zou aankomen. En daarom hebben ze toen ruzie gekregen, dus ik denk dat het dat is. Co-host Mark Koster is verbijsterd, waarom belt die moeder daarover? Kun jij nou eens proberen in het brein van die vrouw te gaan? Het is moeilijk, we komen in een heel zwarte materie terecht. Waarom zou een moeder dat doen over haar zoon? Yvonne weet het wel, omdat ze eigenlijk allemaal dit leven willen. En ik denk dat Ragel gewoon denkt: dat is handig, dat is goed, hij moet in de media komen. En dat wil eigenlijk André ook. Alleen ik denk dat hij ervan geschrokken is dat zijn moeder hem volledig passeert en daar niet over overlegt of zoiets en gewoon belt. Dat is natuurlijk wel shocking. Mark, maar je kan, ik ga nu iets heel geks aan je vragen: je zou vrouwen eigenlijk uit hun moederschap kunnen zetten. Dat bestaat niet, maar als je dit zo hoort. dit is toch zo'n ontaard gedrag? Hoe ver ben je dan gezonken? Zelf vindt ze vast van niet, al dus Yvonne. Ja, dit is normaal. Dit is bij hun normaal. Ik denk dat hij dit soort gedrag veel en veel vaker al heeft gezien. Maar op een gegeven moment, ja, dan word je volwassen en dan denk je: Weet je wel, hoe je als kind denkt dat je ouders echt de meest fantastische helden ever zijn, en later ziet dat het ook maar mensen zijn. En dat is helemaal niet erg, vervolgt ze. Maar dan zie je dus ook hun foutjes en hun dingetjes. En toen heeft hij, denk ik, op een gegeven moment gedacht: van dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat Rachel dit heel haar leven al doet voor hem. Ik denk niet dat het een nieuwe ontwikkeling was of zo.